Hallo daar, Tanja hier vanuit het altijd zonnige Merelbeke. Ik kom vandaag voor jou live omdat ik wat liefde heb voor jou en wat tips om beter voor jezelf te kunnen zorgen, zodat jij het leven kunt leiden waar je van droomt. En in deze video wil ik het hebben over de top voedingsmiddelen voor je brein. Gebeurt het wel eens dat je denkt van, oh, ik vergeet van alles. Oh, ik kan niks onthouden en oh, ik kan me niet concentreren. En oh, ik heb het zo moeilijk om dingen te leren. En wel, dan moet je zeker blijven kijken, want ik heb echt super toffe tips voor jou. En bovendien, aan het einde, heb ik een hele toffe tip om ze te onthouden ook nog eens een keer. Dus je hoeft ze niet op te schrijven. Schrijf ze niet op. Doe straks aan het einde van deze video met mij de oefening mee. Is dat niet leuk? Dan kunnen we meteen testen hoe het met je brein gesteld is. Maar ik ga je een tip geven om ook je brein te trainen. Oké, cool. Daar gaan we. Oh, als je live kijkt, van harte welkom. Laat het even weten van waar je kijkt. En als je uitgesteld kijkt, zet dan even replay in de commentaren. Zodat ik weet dat je het wel hebt gezien, maar dat je uitgesteld kijkt. Want ik ben een beetje aan het zoeken naar het ideale moment om dit te doen. Dus ik wil heel graag weten wie live kijkt en wie uitgesteld kijkt. Als je doorheen deze video denkt van, oh, dit is wel interessant, voel je dan absoluut vrij om dit te delen met wie je lief is, met je vrienden en je kennissen. En help elkaar een beetje op die manier. Maken we er toch een mooiere wereld van? Is dat niet het doel? Is dat niet ons plan? Ik denk het wel. Oké, here we go. Tip nummer 1. Food nummer 1. Eigenlijk vertelt... Het is een nood. Het is een nood die ik de laatste tijd van een aantal hele lieve mensen heb gekregen. Met emmers vol en dozen vol en zakken vol. Een nood. Welke zou het zijn? Een nood die nu zo in de herfst alomtegenwoordig is. En dit seizoen, dit jaar, zijn er blijkbaar heel veel. En eigenlijk de nood zelf verklapt het al een beetje dat die supergoed is van ons brein. Kijk ernaar. De walnoot. Waarop lijkt dit? Dit lijkt op grijze massa. Dat lijkt op onze hersenen. Dus walnoten zijn bijzondere goede brain food. Waarom? Ze zitten boordevol, maar echt boordevol antioxidanten. Ze beschermen ons immuniteitssysteem. Ze hebben heel veel vitamine E. En vitamine E is niet alleen goed voor je huid. Het is ook heel goed om je zenuwstelsel te beschermen. En het houdt je brein jong. Het bevat bovendien heel veel zink en magnesium. En dat is iets waar heel veel mensen nu tekort aan hebben. Hebben zo wat stramme spieren, klachten, pijnlijke spieren. En krijgen het ook een beetje moeilijk worden zo. Ja, heel veel mensen hebben wel de neiging zo in de herfst naar de winter toe. Het wordt wat vroeger donker enzovoort. Om zo wat triestiger te zijn, om een beetje depressiever te zijn. Ha, maar dan hebben we zink en magnesium nodig om weer helemaal blij te worden. Want een goed gemoed is voor alles goed. Is het niet? Ik denk het wel. Hallo, wie zijn jullie die aan het kijken zijn? Laat even weten van waar je kijkt. Laat me even jou persoonlijk bedanken dat je kijkt. Ik vind het zo tof als altijd mensen live aanwezig zijn. Anders is het een beetje lullig van hier zo tegen mijn telefoontje te zitten babbelen. Oké, nummer 2. Blauwe bessen. De bessen der bessen. De blauwe bessen. Je gaat zo meteen snappen waarom ik ze elke dag eet of drink. Blauwe bessen zijn een antioxidante bom. Dat betekent dat het je brein, niet alleen je brein, maar je hele gestel, maar dus ook je brein. Ik ben even afgeleid, want ik krijg hier een melding. Ik snap er niks van. Het beschermt je brein tegen oxidatieve stress. Dus dat willen we niet. Daar hebben we die antioxidanten voor nodig. Want anders gaan we sneller verouderen. Zo ook je brein. En we willen toch zo lang mogelijk, zo jong mogelijk blijven. Ook ons brein. Wel, daar zorgen onder andere die blauwe bessen voor. Er zijn proeven gedaan op ratten. En die ratten kregen lekkere blauwe besjes te eten. En heel duidelijk bleek dat verouderende ratten... dat dat verouderingsproces duidelijk werd afgeremd. Oh, dat horen we graag. En dat zij ook een algemeen verbeterde leercapaciteit hadden. Hoe ze dat precies hebben getest, I don't know.
Maar het staat in de boeken geschreven, dus het is waar. Oké, nummer 3. Nummer 3. Heeft iemand een idee? Heb jij een idee van welke, wat brain food is? Welke voedingsmiddelen goed zijn voor je brein? Heb je misschien een idee? Gooi het even in de commentaren. Vind ik altijd leuk als het een beetje interactief is. Nummer 3 is ook eentje die ik elke dag eet. Elke dag eet ik. Holy moly, guacamole, avocado. Avocado is... Oh ja, dat ben ik vergeten te zeggen. Toen ik de voorbereiding deed voor deze video, dan viel het mij op dat al die voedingsmiddelen die zo fantastisch goed zijn voor je brein, dat dat ook bij uitstek de voedingsmiddelen zijn die ik aanraad om permanent levenslang slank en fit te worden en te blijven. Huh? Is dat toeval? Vertel het mij, is het toeval of niet? Toeval? Geen toeval? Laat eens weten. Avocado. Avocado, dat is de... Dat is een vrucht, hè. Dat is een vette vrucht. Dat is de vette vrucht. Zit boordevol goede stofjes. Ook stofjes die je helpen afslanken. Tenminste, als je er niet te veel van eet. Zo één, dus een redelijke grote, doe ik de helft. En dan maak je er een lekkere guacamole van. Of je snijdt die in je salade. Of je eet die gewoon bij je maaltijd. Maakt niet uit. Of je smeert die ergens op een rijstwafel of zo. Super lekker. Het is een vette vrucht. Trouwens, je gaat opmerken dat in heel wat van deze voedingsmiddelen dat er vet zit. Goeie vetten. Waarom? Waarom zitten er vetten in? En waarom zijn die vetten goed voor onze hersenen? Omdat iemand een idee... Er zijn niet zoveel mensen aan het kijken. Waar is iedereen? Waar is iedereen? Deel de video eens, dat er wat meer mensen komen kijken. Laat het even weten. Waarom? Omdat 60% van onze hersenen bestaat uit vet. Onze hersenen zijn eigenlijk zo goed als vet en water. Dus dat zijn twee heel belangrijke dingen. Dus avocado. Avocado, vette vrucht, zorgt voor ons brein vooral voor een goede doorbloeding. Ja, en ons brein gaat niet functioneren als er niet goed doorbloed is. Toch? Snap je? Oké, nummer 4. Nummer 4. De groente der groenten. Mijn absolute lievelingsgroente. Broccoli. Broccoli. Ik weet niet of de Italianen het zo zeggen, maar het klinkt, het heeft wel iets. Nee? Broccoli. Broccoli is een geweldige bron van vitamine K. En vitamine K is moeilijk te vinden. Maar broccoli heeft ze. En waar is vitamine K zo geweldig voor? Voor alle cognitieve functies. Alle cognitieve functies van onze hersenen. Wat is dat? Kennis vergaren. Kennis verwerken. Concentreren, focussen, denken, redeneren. Alles wat je doet met je hersenen. Okay? Alles wat je doet met je hersenen. Daar is onze broccoli vitamine met zijn vitamine K fantastisch voor. Ook het is een rijke bron van vezels. Daar zitten ook eiwitten in. Heel bijzonder voor een groente. Dus supergoed. Oké, 5. De vijfde brain food is... Omega-3 visolie. Omega-3 visolie met DHA. Vooral DHA en EPA. DHA. Dus je moet een visolie hebben. Kijk, je moet altijd heel kieskeurig zijn als het gaat over voeding. Maar zeker als het gaat over omega-3. Als je een omega-3 supplement, en reken er niet op dat het in je margarine en overal waar het bij toegevoegd is... Geloof dat niet, koop het niet, want het is alleen een marketingding om de prijs te verhogen. Je wil een goed supplement en je wil heel kieskeurig zijn. En waar moet je op letten? Dat is dat het komt van kleine visjes, niet van grote. Kleine visjes die zwemmen in diepe zeeën. Die vetten, want zoals je al geleerd hebt in mijn vorige video's, zijn onze vetlagen de plek bij uitstek waar afvalstoffen worden op en toxines worden opgeslagen. En als je dan bedenkt van onze zeeën, onze oceanen, die zitten zo vol van toxines. Wie eet dat op? Ja, die vissen. En waar halen ze dan de olie uit? Uit die vetlagen waar die toxines in zitten. Dat willen we niet. Dus kleine visjes, diepe water. Dat zijn de goeie.
En dan ga je zeggen, ja, maar een zalm, Tanja, een zalm. Ja, zalm, I know, zalm, fantastisch. Als je wilde zalm, als je echte wilde zalm vindt, dan is dat wel oké. Maar ten eerste, je vindt ze niet. En ten tweede, dat is mega duur. Dat is niet iets wat je elke dag gaat eten. Akkoord? Dus je kunt beter een goed supplement kiezen. Als je daar advies over wil, dan moet je mij dat maar laten weten. Ik ga je met plezier helpen. In elk geval, omega 3 visolie is smeerolie voor je brein. Zorgt ook voor een goede doorbloeding. Trouwens, mensen met een te hoge cholesterol, zeker de LDL, te hoge cholesterol, dat is een slechte cholesterol. EPA, DHA, omega 3, visolie, en die gaat naar beneden. Oké, helpt ook afslanken. Helpt ook afslanken. Goed, nummer 6. Nummer 6, we zijn bij nummer 6 aangekomen. Nummer 6 is de kokosolie. Yes, onze kokosolie. Onze kokosolie is ook weer een vet. Dat is werkelijk de brandstof voor je hersenen. Het brandstof voor je brein. En het helpt ook met de vetverbranding. Ja, ik maak altijd het bruggetje naar het afslanken natuurlijk, want zo kennen de meeste mensen mij. Nummer 7. We zijn al aan nummer 7. Groene bladgroenten. Groene bladgroenten. Zoals je spinazie, zoals je groene tuinkruiden, zoals je veldsla nu, zoals alle slasoorten, de rucola, kolen. Allemaal groene bladgroenten zitten boorden vol vitamine E, ook en foliumzuur. Zuur belangrijk voor je grijze massa. Nummer 8, kurkuma, geelwortel, turmeric, turmeric. Hoe is dat weer? Enfin, iets in die stijl. Wij zeggen kurkuma. Kurkuma is het basisbestanddeel van... Kurkuma is het basisbestanddeel van... Wie weet het? Kurkuma is het basisbestanddeel van curry. Curry. Dat maakt dat gele, die gele kleurstof. Dus kurkuma, geelwortel. Is algemeen gezond. Het vermindert ontstekingen. Het houdt je immuunsysteem gezond. Het verbetert de zuurstofopname in je brein. Nog eens, zonder zuurstof gaat er niet zo gek veel gebeuren in je brein. Dus het houdt je alert. Het helpt je om informatie te verwerken. Oké? Kurkuma. Ik heb daarnet kurkuma gegeten. Ik heb een wok gemaakt met heel veel groenten. Een beetje Thais. En daar heb ik keiveel kurkuma in gedaan. Ik drink het ook elke dag. Elke ochtend, dat maakt deel uit van mijn ochtendritueel, drink ik kurkuma thee. Soms, vroeger noemde ik het mijn ochtendwater, maar dat klinkt zo'n beetje raar, vind ik. Mijn ochtendwater. Kurkuma thee, wat doe ik dan? Ik neem warm water. Ik doe er een halve koffielepel kurkuma in. Een flinke draai aan de zwarte pepermolen, om ervoor te zorgen dat die kurkuma wordt opgenomen. Ik doe er het sap van een halve citroen bij. Ik doe er nu in de winter, herfst-winter, doe ik er één druppel, heel goede, hoogkwalitatieve honing bij. Niet zo die meli-bazaartoestand van op het rek in de supermarkt, maar echt een goede, zuivere honing. Een druppeltje. En doe ik er nog iets in? Een beetje kokosolie. Mini beetje. Een mespuntje. En dat roeren en... Met een rietje drinken, want anders heb je gele tanden. Oké. Dus dat elke dag. Hierbij meteen een idee van hoe je dat kunt nemen. Oké, we zijn al aan nummer 9 aanbeland. En nummer 9 heb ik daar net al over gehad. Ons brein bestaat voornamelijk uit vetten en water. Dus we moeten ons brein hydrateren. Ons lichaam bestaat voor 75% gemiddeld uit water. Ook ons brein. En het is heel duidelijk, dat is meermaals in studies aangetoond, dat mensen met een gehydrateerd brein, met een gehydrateerd lichaam, dat die veel beter presteren in allerlei intelligentietesten. Dus water voor je brein. En dan, last but not least, ik heb het lekkerste, het leukste voor het einde gehouden. Wie is er aan het kijken? Laat even weten. Wie ben je en waar ben je? Van waar kijk je? Laat het even weten. Het laatste heb ik gehouden en hier ga je volgens mij heel blij mee zijn. Tadaa!
Tada! Zwarte chocolade. Zwarte chocolade. Ja, chocolade. Echte chocolade. Pure chocolade. Hoe donkerder, hoe beter. Het stimuleert endorfines. Endorfines, dat zijn die stofjes. Dag Hendrika. Hey, leuk dat je kijkt. Endorfines, dat zijn die stofjes waar je helemaal blij van wordt. Dat zit daar, dat stimuleert dat. Het zorgt ook voor een goede concentratie. Dus dat zijn goede dingen. Dat zijn allemaal goede dingen om je brein goed te verzorgen. Dus we hebben tien goede, gezonde voedingsmiddelen overlopen. Die goed zijn voor je brein en goed voor je lijn. Alles wat goed is voor je brein, is goed voor je lijn. Alles goed voor je lijn, is goed voor je brein. Makkie, makkelijk te onthouden. En nu ga ik je een trucje leren. Een super truc. Ik ben een soort van opleiding, kan ik niet zeggen. Maar ik volg zo wel wat dingen om mijn brein, mijn leercapaciteit te verhogen. Want ik ben van een leven lang leren. En ik studeer elke dag. Alleen ik heb niet genoeg tijd om alles te studeren wat ik wil. Dus ik wil sneller lezen. Ik wil sneller kunnen lezen. Ik wil sneller kunnen leren. En daardoor ben ik er een beetje mee bezig. En ik leer allerlei toffe trucjes. Ik heb een heel toffe mentor gevonden die allerlei leuke trucjes heeft om gemakkelijker dingen te onthouden. Zo ook je boodschappenlijstje. Stel nu dat je dit vertelt en dat een vriend of vriendin van jou zegt van zeg, vanavond doen we een feestje. Kun jij naar de groentewinkel gaan om allemaal die goede brain foods te gaan halen? Je hebt ze wel echt ergens opgeschreven, maar dat lijstje vind je natuurlijk nergens meer terug. Maar je hoeft ze niet op te schrijven. Je gaat ze zo onthouden. Kijk, je gaat ze nooit meer vergeten. Ik beloof het je. We gaan een beetje kinderlijk doen. We gaan een beetje doen zoals de kinderen. Dus sluit even je ogen en denk dat je terug kind bent. Want kinderen, wie leert snel en goed? Kinderen. Dus laten we ons even terug als kind opstellen. En laten we even het volgende doen. Oké. Pardon. Even een slokje van mijn thee. Ontzurende thee. Ik ga met jou je lichaam aflopen. En op die manier gaan we de 10 brain foods onthouden. Volg met me mee. We beginnen met de walnoten, want die lijken op ons brein. Dus we beginnen bij ons... Oeps, daar gaat mijn walnoot. We beginnen op ons hoofd, ons brein. Brein, walnoten. Vervolgens gaan we naar onze neus. Neus moest ik altijd als kind, weet ik nog, dat ik daar zo knikkers in wou steken. En die knikkers doen me denken aan blauwe bessen. Dus hoofd, brein, walnoten en blauwe bessen in je neus. En dan je oren zijn avocados. Als je dit zo doormidden doet, dan heb je zo precies headphones, de oren. En dan hebben de mond, en ik verbeeld me dan dat er uit mijn mond zo broccolirozen komen gepopt. Poem, broccoli. Snap je? En dan gaan we verder naar de hals. En mijn hals heb ik een kralen ketting van allemaal pareltjes van mijn omega 3 vetzuur, mijn omega 3 pareltjes, visolie. En vervolgens gaan we naar de sleutelbeenderen. En de sleutelbeenderen in de zomer, weet je wat ik wel eens durf doen? Dan vind ik het leuk als deze zone hier, als het een beetje bloter is, dat het mooi glanst. En dan doe ik er een beetje kokosolie op. Kokosolie! En dan gaan we verder naar onze vingers. Want die lijken, met een beetje verbeelding, met een beetje kinderlijke verbeelding, lijken die op kurkuma, op geelwortel. Dat heeft ook zo'n beetje vingerachtige vormen. Kurkuma, oké. En dan, ik moet even spieken hoor. Oh, ik ben iets vergeten, de schouders. De schouders hadden we nog. En ik verbeeld mij dat er op mijn schouders kolen zitten. Groene bladgroenten. Snap je? Oké. En dan gaan we naar de buik. En in de buik zit er veel water. Dan zit er water. En dan gaan we naar de billen. En dan denken we aan zwarte chocolade. Snap je? Heel gemakkelijk om zo te onthouden. Dus we hebben walnoten. Blauwe bessen. Omega 3. Avocado. Kokosolie. Kurkuma.
groene bladgroenten, water en zwarte chocolade. Voilà! Ga je nooit meer vergeten. Want dat is dan natuurlijk de uitdaging. Je kunt wel zeggen, oh, dat is interessant zeg allemaal. Brain food, super tof om dat te weten, dat ik mijn brein kan. Want ja, voeding is je eerste medicijn. Dus je kunt je brein verbeteren met voeding. Jazeker kan dat. Maar hoe ga je dat nu integreren in je dagdagelijkse voeding, in je dieet? Dat is de uitdaging. Dus ik heb je daarnet al aangegeven wat je kunt 's ochtends drinken. Een kurkuma thee. En dan vervolgens kun je een smoothie maken. Ik heb gisteren een video gepost over wat mijn klassieke smoothie, hoe die eruit ziet. Wel, daar zitten blauwe bessen in. Daar zit een beetje kokosolie in. Al dan niet uit de kokosmelk. Wat zit daar nog in? Even kijken. Spinazie zit daar ook in. Zie je? Dus daar zitten ook alweer drie. En water zit er ook in. Dus daar zitten ook alweer een aantal powerfoods in. En dan avocado kan er ook in. Avocado kan er ook in. Of avocado doe je dan in je salade of bij je groentemaaltijd. Maakt allemaal niet uit. Dus voilà. Ik denk dat dit... ik vond dit tof. Ik vond dit interessant. Ik hoop dat het voor jou ook enige waarde mag hebben. Als dat zo is, laat het even weten. En als je er andere mensen een plezier mee kan doen, deel de video dan even. Help elkaar, oké? Dan wens ik jou nog een hele prettige verderzetting van je avond, van je dag. En dan zie ik je heel graag in de volgende video. Bye bye!